We zijn live hier aan de Put van Ekeren. We hebben Ronnie de Smit van Scuba Service in Schoten hier aan de rechterkant van mij zitten. En aan de linkerkant van mij zit Koen van Dijk, de voorzitter van AVOS. En waarom zijn we hier? Enkele jaren geleden waren wij hier terug open met corona. Hadden we heel veel duikers. Er waren heel weinig voelstations in het Antwerpse. En toen hebben wij het initiatief genomen om zelf trachten een voelstation te maken. Het concept was duidelijk. Wij AVOS kunnen dit wel implementeren, maar technisch gezien zijn wij daar niet in bekwaam. En we hebben vanaf dag 1 gaan zoeken naar een technische partner, Scuba Service, u wel bekend, om dit mee gestalte te doen geven en ook het onderhoud te waarborgen. Deze compressor scheelt wel een heel stuk met degene die ze in Nederland hebben. Waar wij vooral heel erg op gefocust zijn, is op de veiligheid. Dus we hebben de vulsnelheden naar beneden gehaald. We zijn er heel goed mee overeengekomen. Waarbij dat je nu een fles vult op een redelijke korte tijd en toch binnen de grenzen blijft van wat het technisch en qua veiligheid aanvaardbaar blijft. Ja. Die bufferflessen zijn vol genoeg dat er iedereen altijd voldoende lucht krijgt. En het bedienen gebeurt met een QR-code, dezelfde die ze nodig hebben om de sanitaire blok, de deuren te kunnen openen van vorig jaar. En ze kunnen via die QR-code kunnen ze dan een abonnement ook aanmaken en dan kunnen ze met die QR-code kunnen gewoon scannen en uw fles vullen. Hoe ervaren jullie de samenwerking met AVOS? Ja, heel goed natuurlijk. Want dan zetten wij ook onze vijver, onze Ekerse put, niet in concessie gegeven aan AVOS. Dus dat is echt wel een serieuze verbintenis. Zij baten eigenlijk de Ekerse put voor ons uit. Mm-hmm. Ja. De put van Ekeren, ik denk dat niemand in Ekeren de put niet kent. En de duiksport, het is zo'n mooi uithangbord hier voor Ekeren eigenlijk. En het is prachtig dat dat zelfs internationaal bekend is uiteindelijk. Absoluut. Hè? Ja. Het is eigenlijk een prachtig groen plaatsje binnen de stad, binnen de haven, ja, waar toch heel veel activiteit is. Wij noemen het hier de groene parel. Ik weet dat er ook veel zijn die van de Oosterschelde komen en dan even hier komen voor het zout van hun pakken te spoelen. Dus pak dat uw tanken een stuk gezakt is, dan kun je het toch even bijvullen. Ja. Het is heel logisch dat dat vlakbij is, want er vroeger was het, moest je echt wel een stuk weg. Een eerste gedachte zou zijn op de parking zelf of daar aan de sanitaire blokken, maar toch uiteindelijk hier in de dreef. Ja, omdat als we daar nog eens op de parking zouden zitten, dan gaan we weer zoveel parkeerplaatsen verwijderen. Ja. En het dus dat is al geen evidente, het is al een druk bezochte plek. En dan is het ook samen met Natuurpunt afgestemd geworden, want dat is natuurlijk ook een partner, omdat die met Bospolder hier juist naast zitten. We moesten een plaats vinden die toegankelijk was, maar toch ook niet de natuur, de omgeving belemmerde. En een grondig zoekwerk hebben we een plaats gevonden die dat, ik denk dat ik hier de lachende gezichten zie, tot een ieders tevredenheid gevonden is. Hoe werkt het systeem voor de duiker die hier wil komen vullen? Ronnie? De duiker die in orde is met zijn putabonnement, die heeft sowieso al een QR-code waarmee hij toegang krijgt tot de sanitaire blok. Diezelfde QR-code kan hij ook gebruiken om te vullen. Maar aan die QR-code wordt dan een abonnement gekoppeld dat ze kunnen aanschaffen. En het systeem werkt eigenlijk, gescand uw QR-code, is uw abonnement voor de put in orde en staat er genoeg saldo op uw vulabonnement, dan scant je groen, dan brandt de led groen en kun je gewoon mee op de knop te drukken starten met vullen. Ja. En per vulstoot krijg je 1000 liter lucht, wat overeenkomt met 1 kuub lucht ongeveer. Ja. Wie moet ik allemaal bedanken? Het volledige team van Scuba Service, ze staan hier allemaal in het rood, ze hebben hier meegeholpen aan het opbouwen. Het volledige team van AVOS in het wit, rood en wit, de liefdevolle kleuren. Het blijft een ding. Helaas is dat voor mijn beerschothart een moeilijke. Degene die ik het allermeeste wil bedanken is mijn vrouw Peggy. Goed is bij Peggy alleen maar goed genoeg als het perfect is. En dat zullen de mensen van VT1 ook wel zeker kunnen beamen. Maar aan de andere kant, als zij niet al haar energie er had ingestoken, dan hadden wij vandaag een container hier in staan gehad.
met 3 fietspompen om uw fles op te pompen. Dus het is ook dankzij haar, dankjewel, dat dat tot een goed einde is gekomen. En ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier in de toekomst. Dankjewel. We hebben deze met VTN, dit hebben we gedaan. We doen straks de eerste officiële vulling van onze vulcontainer. En daarna wens ik alle duikers van het Antwerpse en het brede Antwerpse hier heel veel zuivere lucht, daar zal Ronnie voor zorgen. Heel veel mooie duiken, daar gaan wij voor zorgen. En heel veel veilige duiken, daar moeten jullie voor zorgen. Dank u wel.